Jamie Brunier. Hoe langer het seizoen duurt, hoe fitter jij wordt, hè? Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Het is echt... Ik sta zelf ook wel een beetje verbaasd ervan. Maar, eerste half jaar natuurlijk zit je heel vaak in de lappenmand en speel je geen wedstrijd. En ik denk 3 maandjes geleden, dat ik mijn eerste wedstrijd weer heb gespeeld. En ook de trainingen, dat gaat goed. En ik voel me ook zelf steeds lekkerder en sterkerder worden. Dus alleen maar fijn. Ja, ik zag inderdaad een maandje geleden nog, had je nog wat moeite om de wedstrijd vol te maken. Ja. Maar nu kon je ook de laatste kwartier nog redelijk vol gas geven. Ja, nee, dat klopt. Kijk, ja, als je zo lang eruit bent geweest, dan mis je gewoon wedstrijdritme. En nee, dat klopt. Maar ik denk een maand geleden, dan was het na een uurtje, was de pijp leeg. En nu, omdat je ook de kans krijgt en de tijd krijgt om te blijven staan, dan gaat het steeds makkelijker. Ja. Met de blessure de laatste weken van Tim Muller speel je ook wat meer centraal achterin. Ja. Maar die plek ligt je ook wel, hè? Ja, ik vul het natuurlijk wel heel anders in dan een Tim of een Hop. Ik ben wat meer voetballer dan een echt pure verdediger. Maar in het verleden heb ik daar vaak gestaan. En dan is het ook fijn als je bijvoorbeeld een type als Hop of misschien een keer als Tim ernaast je hebt staan die echt het verdedigen opneemt. En ik kan dan mijn kwaliteiten op mijn manier doen of spelen. Dan denk ik dat ik het daar ook wel goed kan invullen, ja. Nou, in ieder geval was je vandaag heel veel betrokken bij de opbouw, maar ook verdedigend. Ik denk dat je al een bal of achter weggekopt. Ik dacht op een gegeven moment hier vanavond hoofdpijn. Ja, nee, dat klopt. Nou, dat gaat automatisch. Je hebt jongens die om je heen, die natuurlijk keihard werken. Ja, dan ga je automatisch ga je daarin mee. En ik voelde me vandaag gewoon goed en fit en lekker. Dus ja, dan kan je dat soort dingen kan je dat ook oppakken. Ja. Onder nieuwe trainer Henny en Dof hebben jullie heel nadrukkelijk een andere lijn neergezet. Echt opbouwend via het middenveld tot kansen komen. Ja. Waar zitten we in dat proces? Waar zitten we dat in het proces? We zijn lerende, zeg maar. Kijk, wij hebben natuurlijk... dit is nu mijn derde jaar hier, denk ik. En wij hebben altijd een soort van reactievoetbal gespeeld. Kijk, in het verleden hadden wij natuurlijk met een De Graaf in de spits. Dat was natuurlijk heel fijn. Kon je wat achteruit leunen en dan uit de verovering... Met de snelheid voorin en de creativiteit wat je toen had, kon je daar heel gevaarlijk uitkomen. Mm-hmm. En dat is er altijd een beetje in blijven zitten. Mm-hmm. Terwijl je dit jaar eigenlijk een andere type spelers voorin had. En je hebt nu een trainer die wil alleen maar voetballen. En die kijkt puur naar de eigen kwaliteiten. En dat is even wennen voor heel veel jongens. En dat zie je en dat is niet erg. En het fijne is wel dat je gewoon elke week weer ziet dat iedereen daarin wat stappen maakt. Mm-hmm. Dus dat is positief om te zien. Ja, soms lijkt het wel eens ook een training als jullie het opbouwen zijn. Dan lijkt het wel als jullie aan one-touch voetbal moeten doen. Ja. En dat iedereen maar één keer mag raken. Ja, soms moet dat. Hè. Kijk, zoals vandaag een Harkema, dat wil dan ook wat vroeg druk zetten. En dan heb je ook maar vaak 1 seconde de tijd om iets te doen. Ja, en dan als het dan in 1 keer gaat en het lukt ook nog, dan ziet dat er vaak ook nog heel spectaculair uit ook. Ja, ik denk dat de 1-0 van Frank Hol ook een hele mooie voetballende goal was. Met een hele snelle opbouw en een prachtige steekpas ook van Braam. Ja, Braam of Jeff volgens mij was het. Ja. Die hem echt precies in de loop meegeeft. En dan gaat daarvoor gaat natuurlijk nog een mooie actie vooraf. Ja. Dus dat zijn de doelpunten die je als publiek denk ik wil zien. En als team dat je zulke doelpunten wilt maken. Ja. We zijn natuurlijk al een tijdje veilig. Dus nog eens een jaar derde divisie en jij blijft ook gelukkig. Ja. Volgende week nog 1 wedstrijd, hè? Ja, lekker. Ja. Ja. Dus ik hoop dat ik die ook nog kan spelen en een hele wedstrijd kan maken. Ja, voor mij had het nog wel even door mogen gaan het seizoen. Maar je ziet wel, je merkt ook dat de jongens, die zitten er wel een beetje doorheen. En iedereen is toe aan vakantie. Maar tegen DVS kunnen we ons nog wel een keertje opladen, toch? Want die 0-6 moet wel uitgepoetst worden, toch? Ja, zeker. Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn, Louis. Dat is een wedstrijd, daar hoef je niemand voor te motiveren. En iedereen die kleine pijntjes heeft, die voelt niks meer. Dat is, daar hoef je niet bang voor te zijn. Ja. Jij ook bedankt en fijn weekend. Is goed, dankjewel. Bestie voor jou denk ik vandaag ook wel een bijzonder moment. Laatste thuiswedstrijd voor VVG. Je nam ook nog even uitgebreid afscheid van je familie. Je dochter kwam nog even het veld op rennen. Dat is toch altijd wel leuk dan, hè? Ja, nou ja, goed. Altijd als ze er zijn, dan komt die kleine altijd op het veld op. Die wil altijd even een balletje spelen. Maar toen ik het veld opkwam, had je wel zoiets van, dat ga je niet meer meemaken. Gewoon zo het veld op met de entourage die je hier ziet. En dat speelt wel even mee, maar... Dat zal denk ik na de zomer wel wat meer komen. Ja, ik heb ook gezien, die kleine is een goede loper. Dat is een echte de kleine. Ja, ze heeft ook... weet ik niet. Ik weet nog niet of ze op voetbal gaat. Maar ze mag helemaal zelf kiezen. Dus ze heeft nog geen... Ze is bijna 5 en dan gaan we kijken wat ze wil. Ja.
Twee seizoenen VVOG. Ik denk dat je een hele mooie amateurcarrière achter de rug hebt met clubs als ASVD, Flevo Boys ook lange tijd. Twee seizoenen zijn aan de ene kant kort, maar aan de andere kant heb je denk ik twee seizoenen wel bewezen op derde divisieniveau. En ook dit jaar sta je weer eerst in het Man of the Match klassement. Ga je eigenlijk niet te vroeg weg? Nou ja, misschien wel, maar het is natuurlijk wel een beetje noodgedwongen. Mm-hmm. Kijk, ik had natuurlijk al verlengd en ik had ook nog wel graag twee jaar wel eraan willen plakken. Maar dat is niet anders, ja. Dat moet je maar snel overheen zetten. Ja, er zijn toch wat privéomstandigheden die ervoor zorgen dat je even wat vervroegd gaat afbouwen. Ja, nou ja, goed, wat slecht nieuw thuis en met het werk, het eigen bedrijf en veel tijd in. En dan wil je wat meer tijd aan de familie steken. En dat kan op een lager niveau met wat minder wedstrijden en wat minder verplichtingen, wordt het net even wat makkelijker. Ja. Hoe kijk je terug op jouw twee jaar bij VVOG? Bij de club wel positief. Alleen je hebt natuurlijk wel een... er wordt vaak gezegd, je wil graag middenveld voetballen. En je bent nu twee seizoenen achter elkaar op de linksback beland. Omdat er gewoon geen spelers zijn voor de linksback. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je er altijd voetbalt. Hè? Want ik zag je vandaag ook regelmatig naar voren komen. Dus, Jawel. Maar goed, daar liggen in principe niet mijn kwaliteiten. Want dat heb ik in vroeger een keer gevoetbald. Maar vooral op middenveld. En dat ambieer je ook. En door omstandigheden natuurlijk Desmond geblesseerd, geopereerd, Roelof geopereerd. Dan blijf je over. Ja. Ja goed, dan had je het toch wel graag willen laten zien. En als ik wel was gebleven, had ik het nog maar moeten zien of je dan volgend jaar wel op middenveld komt. Want er zijn er wel wat middenvelders aangetrokken. Ja. Je hebt nu ook van een nieuwe trainer echt geen kans op middenveld gehad. Ja. Dus dan was het waarschijnlijk volgend jaar ook zo geweest. Maar normaal, daar heeft de keuze niet mee te maken. Maar veelal op de linksback gevoetbald. En ik had graag wat meer op middenveld willen laten zien. Ja. Daar ben je ook altijd duidelijk in geweest. Maar je bent dan toch voldoende teamspeler om dan die positie te pakken. En ook heel waardevol te zijn voor de ploeg. Jawel, ja, dan weet je soms, mag eerlijk weten, soms heb ik wel eens momenten dat het eventjes mentaal wel even wat moeilijker wordt. Ja. Omdat als je dan tegen tegenstanders voetbal, je bent 31 die de 100 meter in 3 seconden rennen, dan word je er even wat minder vrolijk van. Ja. Dan moet je wel even een knopje omzetten. Maar veelal zoals vandaag, dan kan je lekker voetballen, lekker mee voetballen en dan is het op zich niet zo heel erg. Ja. Toch twee seizoenen derde divisie pak je toch nog eventjes mee. Hè? Dat is denk ik mooi tegen clubs als Quick Boys voetballen of een Spakenburg of een IJsselmeervogels. Wat blijft jou het meeste bij in die twee jaar? De thuisoverwinning tegen DVS. De uitoverwinningen tegen Quick Boys. De grote overwinning uit Jeremy 3 keer scoort. Dat zijn mooie wedstrijden. En IJsselmeervogels, Spakenburg, die verlies je dan, maar wel mooie wedstrijden. Dus dat zijn wel de wedstrijden waar je op terug kan kijken. Ja. Ik zal het zelf maar even zeggen, want anders gaat Jeremy je vastbelden. Hij scoorde zelfs 4 keer daar zo. 4 keer, nou, dat zal ik nog wel horen in de app dan zometeen. Dat zijn de wedstrijden die je bijblijven. Ja. Sneek thuis nog 3-3, als je 3-0 achter staat, dat zijn de mooie dingen. Ja. Ja. Hey, enorm bedankt voor jouw jaren bij VVG en heel veel succes en plezier ook toch nog bij Unicum. Thanks.